Alleen mensen met geluk kunnen liken. Probeer het maar. Raad de creepypasta. Ronde 1. Serieus? Oké, het is de eerste ronde, dus daarom is het een makkie. Siren Head. Yes! Siren Head en ik moeten vrienden worden. Dit is een hele zeldzame Pokémon-kaartenserie. En je kunt een kaart vinden die 300 euro waard is. Ik moet echt stoppen met alles te kussen. De serie heet geen Shining Legends, maar Shining Fates. En het gaat om de Shining Pokémons. Wow. Deze kaart geef ik weg aan de persoon die de meeste reacties achterlaat. Ik kies er 3 uit. Sowieso deze, de vogel en de elektriciteitman. Oké, we gaan er snel doorheen op zoek naar de Shining zeldzame Pokémons. Als allereerst hebben we Cacnea, Gossifleur, Snom. Is echt gewoon een hoopje met sneeuw. Trapinch, Nickit, Rotom. Rotom, is dit onze rare? Oké, dat is wel echt het slechtste. No worries, we gaan door als een sprinter. Want wij willen de zeldzaamste kaarten uit deze serie. Oké, we hebben weer een Cacnea. Dat is echt een bekende hier. Eevee, een van mijn favoriete Pokémons. Nickit, Horsey. We hebben een Shining. En we hebben deze niet zo nice. Maar de Shining is cool. Dit is trouwens de kaart die echt 300 euro waard is. Dus die willen we hier vinden. Hey, het zou best wel grappig zijn als die hier uitkomt. Roozel, we hebben Shinx, we hebben Koffing, we hebben Trapinch, Rod. Oh, wauw. We hebben een van de... Deze is gewoon echt 30, 40 euro waard. Helaas was die dat niet. Hij is 7 euro waard. En oh, wauw. Ik heb in mijn broek geplast. Oké, weet je wat? Ik maak deze ook open en ik koop nieuwe om weg te geven. Want ik ben verslaafd naar Pokémon. De kaart geef ik trouwens sowieso weg, dus op zich maakt het ook niet uit. We hebben Horsey, we hebben Yanma, we hebben Morpeko, we hebben Koffing, Gossifleur en... Oh, ik liet er eentje vallen. Oh my gosh. Deze liet ik letterlijk vallen en het is weer een Shining. En de allerlaatste pack. We gaan voor de last pack magic. Come on, man. Oh, we hebben Snom. Hé, dat gaat ons geluk geven, man. Morpeko, Cacnea, Choodles. Ik spak het niet goed uit. En oh, dit is een slechte pack. Oké, kan gebeuren. Ik hou van Pokémon kaarten. Oké, ronde nummer 2. Als ik het fout heb, krijg ik natuurlijk geen verrassing. Dus het gaat erom dat ik mijn oren goed open heb. Oké, wacht. Er zijn een hoop creepypasta's die een grommend geluid maken, maar dit klonk als een hond. Oké, ik ga er gewoon voor. Cartoon Dog. Yes! Oeh, ik ben on fire. Niet letterlijk, want in dat geval zou ik pijn hebben. Cartoon Dog. Dit lijkt niet op een hondendieet. Glow in the Dark Gummyworm. Dus je wil zeggen dat deze licht geven in het donker? Maar wacht, als ik dus zometeen naar het toilet ga, dan geeft mijn poepje licht in het donker. Te veel info, joh. Je hebt gelijk. Ze zien er lekker uit, ze smaken lekker. Ik denk alleen niet dat ze zo goed voor je zijn. Cartoon Dog denkt dat ik een baby ben. Maar dat is onzin. Ik ben geen baby en ik zal dit dus ook niet nemen. Dit smaakt naar die snoepkettinkjes. Je kent ze wel. Ik hou de dopper liever op. Ja, wat, het is zoek. Ik moet naar de tandarts zometeen. Ronde nummer 3. Nog geen eenvoud tot nu toe. When you look upon me. Oeh, wacht even. Oh, wacht, ik weet het al. Oké, dit is een creepypasta waar ik lang geleden, nou niet heel lang geleden, maar wel eens een keer een video over heb gemaakt. Het is namelijk Smell Dog. Yes! Het is een van de engste creepypastas die er is. Het gaat over een hond die heel eng in de camera lacht. En zijn baasje die is er niet meer. Deze creepypasta moet het meest epische cadeau tot nu toe hebben. Dit is een koekjesman die je zelf kunt maken. En geruchten gaan, weer een andere creepypasta. Dat je hiermee Elf on the Shelf zou kunnen oproepen. Elf on the Shelf is een creepypasta over een klein popje wat lijkt op een elf. En hij komt tot leven. Ik heb er geloof ik 2 keer een video over gemaakt. Maar hey, let's go. Dit is zo schattig. Het lijkt op Slender, gemaakt van koek. Voorzichtig. Mayo en ketchup. We beginnen met zijn mond. Hey, zo groot dat de koekjeslerares zegt. Wat heb je een grote mond? Oké. En voor de ogen. Dit is oprecht best nog wel lastig, maar ik... Oh my god, dit is echt heel creepy. Het lijkt alsof die helpt. Zou die dan echt tot leven komen? Oh nee, ik word er niet aan denken. Hiermee cijferen we een geheime boodschap. De geheime boodschap is al. En zo ook mijn koekjesman. Oh nee, deze nog. Gebruik ik het om te versieren of om te eten? Het is bedoeld om te versieren, dus... Koekjesman is af. Alleen ik vind zijn arm niet zo mooi. Dat zeg je alleen omdat je honger hebt. Misschien. Maar weet je wat ik doe? Alleen zijn voet nog. En de rest bewaar ik. Oké, wacht. Nu bewaar ik de rest. Moet ik hiermee Elf on the Shelf oproepen? Doe dan een like. Ja, ik was nooit echt goed in knutselen. Maar ik ben wel goed in snoepen. Ronde 4. Ik heb er nog geen één fout. Komt omdat je zelf een creepypasta bent. Dat is een belediging. Ik zie nu trouwens pas. Dit is de engste glimlach ooit. Naast mijn wiskundeleraar die aardig probeert te zijn. Let's go! Ik hoor gelach. Eng gelach. Dit kan maar één iemand zijn. Laughing Jack. Ik tover waarschijnlijk alle creepypastas in beeld. Dus ik had eigenlijk in het begin van deze video moeten zeggen... Kijk op eigen risico. Dit is een plant. Ik hou van natuur. Laughing Jack is een grappenmaker. En aan het cadeautje kun je dat zien. Dit is een poepje. Zei iemand poepje? Ja, Bob. Waarom ben je daar zo enthousiast voor? Dit kan 2 kanten opgaan. Is het goed of slecht slime? Oh my gosh, het breekt letterlijk. Het stretcht niet eens. Het is slecht slaan. Ik bedenk me nu ineens. Dat was niet het poepje van Laughing Jack, toch? Nee, het was mijn poepje. Oké. Wat? Laten we maar gewoon snel doorgaan. Ronde 5, geloof ik. Het zal wel. You're a monster. Ik herken deze stem uit 1000. Ik bedoel, creepypasta's staan er onbekend dat ze een eng stemgeluid hebben. Maar Jeff the Killer is sowieso de engste. Boeia! Oh.
Oh, mijn stembanden. Ja, ik heb niet zo'n enge stem. Dus, Jeff. Mexicaanse cola? Heb ik cola uit Mexico gedronken? Maar voor alles is een eerste keer. Het is niet te zuipen. Oké, wacht. Ik moet goed proeven. Nog steeds niet te zuipen. Het smaakt naar cola, maar dan met minder prik en meer water. Watercola. Oeh, dat klinkt ook gewoon naar. Nee, niks voor mij. Waarom drink je dan verder? Omdat ik een superheld. Maar cola blijft cola. Mijn tong proeft er nog steeds naar. Volgende ronde. Ik heb er nog geen één fout. Ik ben een creepypasta master. Hi, hello there. Oh, wacht even. Ik heb deze een keer gehoord. Maar Sonic.exe. Nee, wie is het dan? Nee, tuurlijk! Oké, dus Sonic.exe is de blauwe egel, maar hij heeft een mattie, een vriend, een kameraad. Zowel in de game als in de creepypasta. En zijn naam is Tails. Ah, dat telt niet. Oké, volgende ronde. No running in the halls. Oké, no running in the halls. Er is maar één iemand die dat zegt. Het betekent trouwens, je mag niet in de gangen rennen. En dat is de baas van Baldi, the principal of the thing. Yes! Sorry, ik wou niet slaan. Dit had ik niet verwacht voor een directeur. Wat is dit, man? Dit is niks voor mij. Dan neem ik het wel. Nee, ik wil het. We hebben 3 gesloten koffers en tassen. We beginnen met de kleinste. Oh. Nee, ja, er zit een mini suikerspin. Oké, de tweede. Ik vroeg me eerst af hoe je het moest openen, maar je moet er dus gewoon echt heel erg hard in drukken. En dan komt er vanzelf iets uit. Een tasje, is dat alles? Ik hoop maar dat deze de moeite waard is. Wow, dit is gewoon Galaxy. Maar we hebben wel deze Galaxy dame. Wow, dit was zo zonde van mijn tijd. Echt waar. Wat zouden zij ervan vinden? Zij zijn er ook geen fan van. Oké, wie wilt de eerste, oké. Nou homie, dan is de tweede voor jou, alsjeblieft rakker. Hij pakt hem altijd heel rustig en hij pakt hem echt als een rabbit. Verschoon de kooi trouwens 2 keer per week, maar echt waar, ze laten zoveel poepjes. En als ik een poepje laat, word je boos. Dat is anders, jij bent geen huisdier. Ik denk dat de directeur dat heeft afgepakt van een van de leerlingen. Waarschijnlijk van Playtime. Oh, oké, ik heb er 1 fout, ik heb er heel veel goed. Deze ga ik ook goed hebben. Oh, die lach geeft me kippenvel. Oh my... Dat is Sonic.exe. I knew it! Oké, het lijkt wel een beetje op de lach van Tails. Nee, Job, je bent gewoon slecht. Thanks. Tuurlijk kunnen we daten. Niemand hoeft erachter te komen. Ik bedoel, zo. Thanks, Sonic. De zeldzaamste is Chewbacca. Dat is zeg maar dat harige ding. Oh, wat? De kans is 1 op 100 en ik pluk hem er zo uit. Als je deze wilt winnen, spam dan 10 verschillende dingen in de comments. Leuke dingen. Like en abonneer. Uit een niet bestaand onderzoek is namelijk gebleken dat mensen niet meer dan 3 losse reacties kunnen achterlaten. En ik ben dus benieuwd of... Dit is de op 1 na zeldzaamste. We zijn on fire. En ik ben dus benieuwd of er mensen zijn die 10 verschillende reacties kunnen achterlaten. Oké, come on. Welke zit er... Oh, wauw. Deze is leuk. Het lijkt op een koffiezetapparaat, maar ik lust geen koffie. De allerlaatste. Ik ben eigenlijk op zoek naar Darth Vader. Dat is de enige die ik nog echt graag zou... Ik dacht even dat het hem was. Dit is hoe ik eruit zie wanneer ik strijd voor de laatste pot Nutella in de supermarkt. Het is beschamend om te zeggen, maar ik heb nog nooit een Star Wars film gezien. Volgende ronde. Come to mama. Oh my gosh, dat geluid komt me bekend voor. Dat is een spel waarbij je met een soort van Furbies te maken hebt. De Tattletail. En dit is de Mama Tattletail. I knew it. En de reden dat ik dat weet is omdat ik het spel een keer heb gespeeld. 1 keer, een halve keer. Toen plaste ik in mijn broek en stopte ik ermee. Vandaar dat ik het weet. De Mama Tattletail is speelgoed, dus het is logisch dat ik speelgoed krijg. Kans is 1 op 100 op het meisje. Oké. De eerste... Nee. Het is letterlijk een meisje. Ik heb zoveel geluk vandaag. Job, super stom. Je speelt met speel... Wat is dit? Smaakt naar hondenpoepjes. Je speelt met speelgoed. Nou en... Oeh. Het is een cadeautje van de creepypasta's en ik ben blij. Denk een leuke naam voor deze hond. Het boeit me eigenlijk nooit wat voor soort speelgoed het is. Zolang ik het mag openmaken vind ik het leuk. Ik zou eigenlijk echt perfect zijn om gewoon pakketjes te openen. Gewoon een persoonlijke pakketjesman. Volgende ronde. Mijn oma zou waarschijnlijk zeggen, oh wat klinkt dit mooi. Maar ik weet waar het van is en daarom is het minder mooi. Dit is het geluid wat de puppet maakt in Five Nights at Freddy's. Told you! Ik kan niet slapen vannacht. De eerste keer dat ik een reden heb om op het toilet te zitten. De puppet is raar. Wat is dit? Poepjes pingpong? Oh my gosh. Ik zou dit op zich met Bob kunnen spelen, maar... Ik wil winnen! Ik wil winnen! Ah, ik kan niet tegen zijn verlies, dus dat doen we niet. Wil jij tegen mij spelen, spam dan ja in de comments. Hoe vaak kan ik hem hoog houden? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 7 keer! Wauw, dat was echt heel raar. Stel voor mensen die applaudisseren voortaan zo. Als het ooit een Olympische sport wordt om te pingpongen met poepjes, dan doe ik mee. En taco pingpong? Komt dat ook? Dat weet ik niet, Bob. De volgende ronde. Mijn vinger is er klaar voor. Dat klinkt echt heel raar. Oké, let's go. Oh, dit is een creepypasta waar ik toevallig laatst een video van heb gezien. Het is eigenlijk een heel lief karakter. Vierkant, geel. Het is SpongeBob. Punt exe. Yes.
Oh, ik had eigenlijk niet gewild dat ze ooit een SpongeBob creepypasta zouden maken. Ik hou gewoon te veel van SpongeBob. SpongeBob nog aan toe. Zou dit het geheime recept in de krabburger zijn? Amerikaans ontbijtgranen waar je echt 15 euro voor betaalt. En een Chinees drankje. Of Japans. Sorry, ik ben hier niet goed in. Ligt het aan mij of zien die Amerikaanse ontbijtgranen er altijd super leuk uit? Wow, dit ziet er heel suikerig uit. Ik neem dus ook maar een klein bakje. A few moments later. Niet te veel. Amazing! Het smaakt naar vitamine. Je kent dat wel toch? Die soort van vitamine tabletjes. Dat was echt een dom idee. Dit komt echt uit Japan. Er zit een balletje in. Alles is zeiknat trouwens. Ah, dit is vreselijk. Ik ben alleen maar blij dat die ontbijt gaan en dat drinken niet is opgegeten door Patrick.exe. Want ja, die bestaat ook. Oh nee, ja, ik weet waar deze van is. Sorry, ik ben gewoon een expert. Ik weet het gewoon serieus. Dit is Smell Room. En ik denk niet dat ik een plaatje ga laten zien, want dat is echt eng. Oké, ik deed het toch. Het verhaal gaat over een kamer waar je eigenlijk alleen maar in kunt, maar nooit meer uit. Maar liggen er wel schone onderbroeken dan? Nee, Bob. Smell Room houdt van snacken. Hij heeft me alleen maar nieuwe supermarktproducten gegeven, die ik nog nooit heb gezien. En mijn M&M's gevuld met karamel. Dat is waarschijnlijk hartstikke overrated. Oh my gosh. Ik doe deze snel weg. Gouden Oreo minis. En het mooie is, dat zijn mini zakjes. Spam goud in de comments als jij een zakje wilt. Maar smaken ze ook goud? Ja. Oh my gosh. Eigenlijk smaakt het gewoon naar Oreo. Maar ik heb honger. Ik heb er nog 3 over. Oh snap. Spam paars in de comments als je er ook een van deze wilt. Oké. Het ziet er gewoon uit als koekje met chocola. Het is een koekje met chocola. Nou, dan is 1 hap genoeg. Ja wat? Je kunt zeggen wat je wilt, maar die kamer heeft een goede smaak. Oké, volgende. Oké, luister, ik ga deze gewoon niet zeggen, maar geloof me, ik weet het. Als jij het weet, spam het in de comments. Ik daag je uit. Oké, weet je, ik zeg het in 3, 2, 1... Slenderman! Dat was mijn line. Het is Slenderman. Thanks, Slender. Vermiste katten. Maar ja, Slender woont in het bos, dus op zich is dat best wel logisch. Oh, dit is letterlijk klaai. Gave. Oh, bedenk een naam voor deze rakker. Je kunt een kat vinden, gedeeltelijk gemaakt van goud. Alleen, roze. De kans is heel erg klein dat je het voor elkaar krijgt. Maar met een beetje geluk kan alles. Oh, ik heb nog nooit zoveel geluk gehad in een video. Het lijkt alsof ik heb gevochten met een slime monster. Ik wist niet dat Slender van katten hield. Tenminste, misschien als midnight snack. Oké, volgende. Dat daar, dat geluid, is wat Slender iedere dag hoort. Dat is namelijk het geluid van Slenderina. Yes! Hey, ik moet zeggen, ik heb het best goed gedaan. Wat wil Slenderina hiermee zeggen? Mystery babies. Het speelgoed van tegenwoordig wordt steeds een stukje gekker. Oh. Waarom ben je een zeemermin? Ik weet niet wat Slender en Slenderina hebben uitgesproken, maar dit is gewoon raar. Ja, ik wil hem niet. Al met al kunnen we concluderen dat ik, geloof ik, maar 1 fout heb gemaakt. Dat is insane. Oké, er is nog 1 geheim geluid van een creepypasta dat jullie gaan horen wanneer ik op de knop druk en spam in de comments van welke creepypasta het is. Ik ga het niet in beeld laten komen, dus ik hou het echt aan jullie. Dit is een lastige. Heb jij de meeste creepypasta's kunnen raden? Ik wel. Yo. Ja, Bob. Ik heb een beetje mijn broek geplast. Hoe bedoel je? Ah, Bob, doe je kleding aan.